In Harlingen zijn de grote en kleine sluizen de afgelopen periode zo aangepast dat ze weer voldoen aan de Arbo-eisen. Hierdoor kunnen de sluizen weer volop gebruikt worden om Harlingen vanaf het water te ontdekken. Daarnaast werd hard gewerkt aan het nieuwe stadspodium. Dat werd gerealiseerd in de gracht van de Kleine Voorstraat. Twee projecten die Harlingen nog aantrekkelijker en nog meer gastvrij maken. Wethouder Maria Leroy maakt op de warmste dag van het jaar een heerlijk boottochtje langs de Kleine Sluis, het Stadspodium en de Grote Sluis. Ga jou met een singeltje om, lieve Sjoek, het mag van Moeke doen. Jouw pa, jouw Moeke dat vroeg, hadden zo'n singeltje lang niet genoeg. Dat was niet dom, Sjoek daarom. Die sluizen die zijn breed genoeg, maar arbotechnisch waren ze afgekeurd. Omdat brugmedewerkers en andere mensen moesten daar soms overheen kunnen. En dat kan niet veilig, want er zit verder helemaal niet een bescherming omheen. Dus is er door dit bedrijf, de Boer en de Groot, is er nagedacht over hoe je dat met die historische bruggen, het behoud van dat historisch karakter, toch arbotechnisch in orde kan krijgen. En daar hebben ze dus zeer specifiek voor Harlingen hebben ze daar methoden voor bedacht. Dus nu zitten er kleine relingen op de brugdeuren. Op de sluisdeuren moet ik zeggen. En daardoor zijn ze arbotechnisch goedgekeurd nu. En nou zijn we bij een prachtig, hoe noemen we het? Een stadsterras? Stadspodium of stadsterras, jazeker. Ja. Een lang gekoesterde wens van de gemeente Harlingen? Ja, nog niet eens zo heel lang. En we zijn er heel verguld mee dat Peter Vredeveld dit ontwerp aan ons heeft aangeboden. En gezegd heeft, ik denk dat dit een toegevoegde waarde kent voor onze stad. En we hebben dus geld gekregen in 2013 om dit uit te voeren. Nou, daar moet je planologische procedure doorheen. Dus na afloop van dat planologische proces konden we de aanbesteding lopen. Uiteindelijk door hetzelfde bedrijf als van de sluizen dit ontwerp uitgevoerd. En dat is wel heel bijzonder, want je hebt iets in het hoofd. Je ziet iets van een ontwerpbureau. Maar dan moet het nog werkelijkheid worden en dat is vandaag gelukt. Waarom is het juist op dit plekje in Harlingen gebouwd? We hebben een detailhandelstructuurvisie gemaakt en daarin kregen we de richting dat als je bezoekers ontvangt van de stad, dat op deze locatie, Kleine Voorstraat, er ook wel heel erg sterk een accent moet komen te liggen op horeca. En niet alleen op de grote brede plaats, maar juist mensen die wat langer hebben gewinkeld, willen hier even wat drinken, wat eten. En daar is een beetje de duo-positie van de horeca gekomen. Nou, en als je dat dan wilt doen, dan had je hier dat drijvende terras. Dat was een mooi experiment om te zien of dat werkte. Maar met deze uitvoering kun je alle seizoenen dienen. Kun je in het voorseizoen kun je hier wat activiteiten ontwikkelen. En je kunt in de winter, je moet je voorstellen dat hier dan ijs ligt, kun je schaatsende mensen koek en zopie aanbieden. Dus wij zijn gevallen voor het ontwerp. En we zien de kansen voor dit gedeelte van de stad om dat ook weer wat levendiger te krijgen. U bent zelf met de boot gekomen. Dat was natuurlijk even heerlijk op het water op deze warme dag. Maar dan kom je ook inderdaad prachtig aanvaren. Ja, je komt prachtig aanvaren. En kijk, iedereen die met kleine bootjes en soms heeft een grote boot ook een kleine boot aan boord. Kan op deze plek komen. En daarom hebben we gedacht, dit moeten we zo uitvoeren. We hopen natuurlijk dat het heel wat volk trekt en heel wat klanten krijgt. Dus dat is heel fijn voor Harlingen. Nu hebben we een terras, maar ik denk dat er straks ook muziek kan komen. Ja, we hebben ook voorgeschreven dat hier niks op bevestigd mag worden. Geen vaste opstelling van terrasmeubilair, geen vaste opstelling van parasols. Maar kies nu vrije dingen die je dus ook eventjes als er een evenement is of een evenementje is. Kan een modeshow zijn, kan een bandje zijn die speelt. Kies dan even voor dat meubilair wat weg kan. Dan ruim je het terras helemaal vrij, het podium helemaal vrij. En heb je ook een podium voor muziek, voor een modeshow, voor andere activiteiten die de detailhandel zullen versterken. En de stad verlevendigen.